ben zo overwhelmed bij hoeveel organized work dit is. En ik heb echt geen idee wat ik nou per lade er precies in wil doen. En ik weet dat bijvoorbeeld een Joelle, die is al moeder, dus ik zou haar nu kunnen bellen, maar I'm just... Ken je dat? Dat je gewoon even helemaal... Ik ben gewoon overwhelmed. Het helpt ook niet echt om naar deze spullen te kijken nu of zo, want het is gewoon echt heel veel. Alles ligt ook door elkaar. Ik ben nu maar... Ja, I'm just winging it of zo. Ik ben tutorials aan het zoeken op YouTube en ik doe maar gewoon iets. But I have absolutely no clue of het sens maakt of zo wat ik doe. Soms, heel soms, zou het echt chill zijn als ik gewoon een ma had. Die gewoon nu naast me zou zitten en zou zeggen, doe dit zo, dit deed ik zo, dit is handig. En nogmaals, ik zou aan Joelle nu kunnen bellen. Maar zelfs daar voel ik me te overweldigd voor. Ik denk niet eens dat ik ga op kunnen slaan wat ze gaat zeggen. It's a lot. Blijf. Zit. Blijf. Moet je nou de hele tijd aan kijken? Dan betaal ik liever echt 20 euro meer dat je een fucking... Waarom lach je zo hard? Zo? Hoe werkt dit? I got it. Cute, hè? Hebben we Mushi? Nee. Dat is een pleesje. I love it, hè? What are you asking for? Here? Weet je hoe goedkoop dat is voor een tas? Mm-hmm. Mijn kleine tasjes kosten. Ja, van die, ja. Als je het in Amerika gooit, ja, dan is deze ook goedkoper dan de Birkin. Wie verzint dit? Waarom maak je geen rits? Waarom niet? Kom, dit soort dingen geven me echt schoon.
Waarom zou je het zo moeilijk maken? Als er zo een makkelijkere optie is om een fucking rits te plaatsen. I really don't get it. Weet je? No. We did it! Letterlijk 6 breakdowns verder, maar we did it. Er moet nog allemaal leuke meuk op de muren, maar alles is in ieder geval ingedeeld. Hier hebben we lekker bakjes met luiertjes en bijtringen en speeltjes. Ik wil hier nog fotolijstjes op zetten, maar haar baby Ollie staat al klaar. Dit is het boekje waar ik alle foto's in bijhoud van mijn bump. Dan heb je een stukje bergkristal die we van ICD hebben gekregen. En deze, de bedankjes die Coco voor de baby shower zelf in elkaar had gezet. Dit super schattige lampje. En verder, ja, ik weet niet of jullie dit interessant vinden, maar dit zijn alle hydrofiele doeken. En burpcloths, washandjes. Ik moet alles nog wassen. Ik kreeg daar gelijk comments over in mijn DM. Jongens, ja, mamafia, I still need to wash everything. Maar ik wou het eerst gewoon ordenen. Luiers, babydoekjes, spulletjes voor de huid, spulletjes voor het wassen, nog meer baby essentials en haar speentjes. Dan hebben we hier de kleertjes. Ik heb wat bijbesteld omdat ik toch aardig aan de weinige kant vond. Ik dacht namelijk dat we heel veel hadden, eigenlijk te veel, maar dat valt dus echt wel mee. Want dit is allemaal newborn en dit ook. Maar ja, het is echt een stuk minder dan ik dacht. Nu het allemaal in de kast ligt. Dus ik heb wat bijbesteld. Dit kan ze pas aan als ze 3 maanden is. Maar het ligt in ieder geval al klaar. En dan hebben we hier dekentjes, kruiken, badspullen en nog meer random meuk. Nou, er komen dus nog dingetjes op de muur. En hiernaast heb je haar kledingkastje. De kleding hangt dus heel hoog. Ik vind het jammer dat de roede niet wat lager is geplaatst. Dat kon volgens mij ook niet, maar... Dit zijn haar buitenpakjes en iets wat specialere pakjes voor newborn. Dan heb je aan de andere kant de dingen die ze nog niet aan kan, dus dat is voor later. Hier ligt een lamp die we nog moeten ophangen en haar badje. Hier mijn borstvoedingssupplies, wat extra cremmetjes en extra billendoekjes. Hier zijn speelkleedjes en de draagzak. Haar beddengoed. Dan hebben we aan de andere kant haar bedje. De klamboe moet nog gestoomd worden, want die is aardig kreukelig. Maar goed, hij hangt in ieder geval al. Haar mobiel hangt. Zo lief is deze. Allemaal boerderijdiertjes. Heb ik gevonden via Etsy. En we moeten haar bedje nog klaarmaken hoor. Dit blijft er natuurlijk niet allemaal in liggen. De teddybeer moet nog een plekje krijgen. Dit is dus echt een heel schattig beertje. Want hij geeft fijne geluiden af voor de baby. In een hele lage frequentie, omdat ze dat gewend zijn en... dat fijn vinden. Een van de geluiden is het geluid van de womb. En je hoort ook echt, en je voelt echt de heartbeat. Hoe schattig is dat? Je hoort dus de heartbeat. En dit is het geluid wat de baby heel de dag hoort in mijn womb. Het is dus helemaal niet stil daar. En hij heeft ook een nachtlampfunctie. Plus als de baby huilt, dan gaat hij vanzelf aan met het geluid. Like... Het bedje zelf is van stokken en hebben we gekregen. Heel, heel blij mee. Ik had gekozen voor de grote variant, zodat we in ieder geval die al klaar bestaan en ze gewoon kan meegroeien met dat. Dan hebben we hier haar wasmand. Oh my god. Van de H&M en haar speelbak met speelgoed. Zo cute. Haar kamer ruikt dus al heerlijk, omdat we hier een aroma diffuser hebben staan van de Spirit Junkies. Die hebben we gekregen van hun speciaal voor haar. Het kleed krijg ik nu al zoveel vraag over. Die is van dit merkje. En hij is heel lekker zacht. Don't worry, dit zijn wel van toffels. Die worden niet buiten gedragen. Alles is schoon. En dan dit schattige biechtstoeltje van Charlie Crane. Felix heeft me dus laten zien hoe je een luier omdoet. Want ik heb dat nog nooit gedaan. Hij heeft het laten zien met deze peer. Schattig. Nou, dus die ligt eventjes hier totdat ons meisje er is. Dan heb ik dit ding. Die komt van de IKEA en moet ik nog indelen met van alles. Want ik denk dat ik die beneden wil neerzetten met allemaal verschoond spullen. Zodat als ik overdag beneden ben, ik niet helemaal naar boven hoef. Nou, hier komt dus nog een voetstoel van Teddy Stof. Hij is echt heel mooi. Alleen, ja, ik wacht er al 4 maanden op. Dus ik ben niet eens meer excited. En hier gaan we aankomende week allemaal dingen ophangen. Vlaggetjes, lampjes, bandplankjes, et cetera. Dit kastje gaan we nog verven. Ik denk ook ophangen. Not sure. Maar hier hebben we haar boekjes. En nog andere leuke dingies. Ik denk dat ik deze toch weg wil halen en gewoon iets voor baby's wil neerzetten. Als in, this is part of the journey. Maar
Of niet per se in haar kamer. En daarin liggen gewoon nog meer boekjes. Nog meer speelgoed. En moeten we nog meer vullen met allemaal dingen. En dit zijn dus de dingetjes die we allemaal nog moeten ophangen. En de verf. Hier zitten voor nu al haar echo's in. En alle foto's. Echt een heel schattig bakje van de H&M. En niet te missen de luieremmer van Ubi. Ik heb daar heel veel goede dingen over gehoord. Dus ik ben benieuwd. Maar dat is voor nu haar kamertje. Dit is zo raar. We hebben een bevalbad gehuurd. En die zijn we nu even aan het checken. Om ervoor te zorgen dat we alle onderdelen hebben. En nou ja, dat je het gewoon goed gaat doen. Maar het is gewoon zo raar om dit te zien. Want ik besef helemaal niet dat dit bij ieder moment kan gebeuren. Die pomp snap je niet. Wat zei je? Wil ik met mijn opblaas? Ja, wat zeg jij? Kijk hoe schattig. Lief, hè? Er staan hier allemaal dingetjes op open, hè? Dus ik weet niet of die... Ja, maar het zijn verschillende lagen. Oh, oké. Ik heb natuurlijk gekozen voor een natuurlijk kraampakket. Degene die mij langer volgen, die weet dat ik het belangrijk vind om zoveel mogelijk natuurlijke producten voor mezelf te gebruiken. Dus dat is natuurlijk helemaal niet veranderd nu ik een kind krijg. Dat is eigenlijk alleen maar verergerd. Ook een reden waarom ik bijvoorbeeld geen parfum meer draag. Omdat ik gewoon heel erg geloof dat alles wat ik gebruik ook in contact staat met de baby. En als ik ben bevallen, ben ik natuurlijk... gewoon heel kwetsbaar. En ik heb allemaal video's zitten kijken hoe mensen dat dan doen nadat ze zijn bevallen. En dan zie je toch al die producten die ze gebruiken. En allemaal heel goed georganiseerd. Gewoon van die YouTube video's, weet je wel. Met organizing my, hoe noem je dat? Aftercare kit. After giving birth. Maar al die producten zijn gewoon... Ja, die zitten bomvol plastic, parfum en... Ja, ieder zijn ding natuurlijk hoor. Maar het is gewoon meer dat ik denk, oh... Zo harmvol voor je lichaam. Dus ik heb, zoals ik net al liet zien, een pakket besteld. En daarin zitten gewoon allemaal dingen die helemaal natuurlijk zijn. Plasticvrij, chloorvrij, parfumvrij. Gewoon helemaal de basics. En het is een aardig groot pakket. Ik ga even kijken of ik alles heb. Of ik nog wat dingen nodig heb. Want ik wil thuis bevallen. Dat is wel het doel. Ik weet niet of dat gaat gebeuren natuurlijk. Dat kan ik niet invullen. Maar, fingers crossed. Dus dan zijn er ook nog wat dingen die ik moet aanschaffen. Zoals, emmertjes, tijltjes, weet je, dat soort dingen. Lakens die bijvoorbeeld gewoon vies mogen worden. Want we hebben nu alleen maar nieuwe lakens van 300 euro. And I'm not gonna use those. Dus, dit is ook heel sexy. De mooie netbroekjes die ik aan ga doen na de bevalling. Het voelt goed om nu alles even uit te pakken, zodat ik kan zien wat ik nog mis. Wat ik nu wel echt moet gaan bestellen, zodat alles in huis is. It's getting so real. Echt bizar. Nu dat allemaal gedaan is, ga ik nog eventjes een vlog editen. Ik had dit voor een paar dagen geleden al op de planning, maar ik had gewoon echt geen zin. En ik luister volledig naar mijn lichaam nu. Felix is naar de studio toe, dus ik voel ook wel een beetje zin om te werken. Ik heb net een dutje achter de rug en ik denk dat ik vanavond gewoon nog even wat ga lezen. Uit het Mama en boek, de geboortebundel, heb ik uit. Heb ik echt heel veel aan gehad. Het voelt gewoon fijn dat alle spullen klaar zijn voor de bevalling. We missen nog een aantal dingen, maar die heb ik al in een lijstje gezet. Dus die ga ik binnenkort even aanschaffen/bestellen.
voor de rest zijn we gewoon ready. Dus ik mag gewoon lekker doen wat ik wil. En dat voelt echt heerlijk. Ik denk dat ik ook nog wat jurken ga bestellen zoals deze. Deze is volgens mij van Edited of van Envy. Super lekker zit die. Het is ook echt het enige wat ik nog wil dragen. Gewoon jurken met een blouseje erover of niet eens. Want don't even bother. Trousers, echt. Het zit hier dan net vervelend, net kut. Sowieso is een jurk gewoon een one piece. Dus veel makkelijker. En ik denk dat ik dit in de zomer ook heel fijn ga vinden en in de lente. Want nou, mijn benen houden zoveel vocht vast. Ik ben zoveel aangekomen in mijn benen dat alles tegen elkaar aanschuurt. Korte jurkjes zitten er denk ik niet in voor deze zomer. En I'm not talking about looks. Want je moet echt dragen waar je zin in hebt. Het is onzin. Ik ben buiten adem, what the fuck. Het is onzin dat je geen korte dingen aan kan. Als je wat vollere benen hebt. Dat is echt niet waar ik op doel. Maar ik voel het dan gewoon extra tegen elkaar aanschuren. Omdat het dan ook bloot wordt gesteld aan de zon. En nog meer zweet. En nou. Dus ik denk dat ik gewoon vanavond op de bank op mijn gemakje lekker op zoek ga naar maxi jurken. Die gewoon lekker zitten. En ook leuk zijn. Just like this one. Maar nu eerst even werken. En ik moet echt zitten. Want I'm out of breath. What the fuck. And I can't wait to lay here. Ja. Ik ga het helemaal niet op de bank doen. Wat ik net zei. Ik ga het hier doen. Looking forward to that. Zo. Oeh. Oké. Het is 12:30. Ik zou om 12:15 weggaan. Ik ben gewoon veel slomer nu. Wat echt even wennen is. Want ik ben van mezelf altijd al te laat. 5 minuten, 10 minuten. En nu dus een kwartier. Dus al moet ik zeggen, dit keer was het Felix. Who is not me? We gaan even langs het oude huis om mijn rol langs te brengen. Want in mijn vorige vlog heb ik verteld dat ik toch liever daar content maak. Dan gaan we ook even langs Pets Place om voor Moesje wat nieuwe koekjes te halen. En daarna gaan we naar de verloskundige. Die afspraak hebben we nu 1 keer per week. En dat begon met om de 6 weken. Dus dat is ook wel even dat je beseft van, oh, het is echt bijna zover. Hè? Oh nee, ik dacht dat jij me even aanzette. Oh, cool. Warm, hè? Heb je niet een... Oh, jawel. Of course. Zo, dat is echt... I got you. Echt raar om hier weer. Ben jij hier helemaal niet meer geweest? Nee. Ik kan me zo niet meer voorstellen dat we hier gewoon hebben gewoond. Dat is zo weird. Ja, kijk, dit is echt gewoon goed licht. Ja. I'm peeing, maar ik besef nu ineens the amount of growth die we gewoon hebben gemaakt. En dat we gewoon fucking zijn verhuisd. That's crazy, man. We raken altijd zo snel gewend aan dingen, toch? Dus als we dan, of nou nu in het nieuwe huis, of nee, in ons huidige huis. Het is geen nieuw huis meer, het is gewoon ons huis. Ja, daar slapen we nu ongeveer 3 weken en het went allemaal gewoon zo snel. En het is niet dat ik het niet waardeer, maar nu ik hier gewoon sta, denk ik, wauw. We hadden deze stap gewoon echt nodig. En ik weet niet of ik het eerder in een vlog heb verteld. Ik heb het wel eens op Instagram aangegeven dat we al best een tijdje het gevoel hadden hier that we had outgrown the place. Het matchte gewoon niet meer met onze visie, met onze doelen, met gewoon onze mindset. En mentaal waren we zeg maar al verder dan dit huis. En dat klinkt misschien gek, want het is een hele ruime ruimte. Maar we waren gewoon echt ready for the next step. En we took it. Bizar. Beseffings on a Tuesday. Oh, shit. Dat is aan de kant, jongen. Zo stoer. Wat kan je mooi zien. Hallo. I'm like a bird. Dat was een heel lief. Nou, wat ligt er lekker veel haar weer hier, hè? Ja. Auw. Wat is er nou met de bijten, gek? Gewoon naar nou zijn staart af, hè? Ja. Wat een gek dat hij dat ook toelaat. Dat maakt natuurlijk altijd toe.
was niet daaronder, denk ik. Zeker wel. Ja? Wauw! Was perfect! Kijk eens. Oh! Yay! Oh! Oh. Wat? Ik wou weer snoepjes opgeven, maar die liggen nou. Oh. Hallo, ga je nieuwe bed eens even checken, joh? Kijken. Oh. Zo, sorry hoor. Dus dat een uitdaging is, nou wat een uitdaging. Oh. Nou, je mag toch in. Oh, ben je blij? Is jouw bedje? Dat is lekker erin liggen, joh. Ja. Lekker, het is voor jou hoor. Ja, we zijn je niet vergeten hoor. Kijk dit, kijk die kont daar. Goed zo. Lekker hè? Lekker zitten. Ja. Ik ben onderweg naar de car spa. Because my car needs a wash. En ik ga niet voor jullie liegen. Dit is echt de eerste keer in een lange tijd dat ik in de spiegel kijk. Of in dit geval het beeldschermpje wat ik dus zie als ik film. En denk, wauw. I don't feel like myself. Gewoon echt helemaal niet. En weet je, het is makkelijk om jezelf helemaal naar beneden te halen als je je gewoon niet goed voelt. Of als je denkt, dit is niet hoe ik eruit zie. So I really try not to. Maar het is gewoon lastig, want mijn ogen voelen zelfs zo puffy dat... Je weet toch, als je gewoon een opgezwollen gezicht hebt, dat je het bijna dit voelt. Ja, dat voel ik de hele tijd. Ik zit gewoon niet compleet lekker in mijn vel. Vandaag is gewoon even een dag dat ik me niet helemaal kip lekker voel als ik naar mezelf kijk. Maar goed, we zijn bij de car spa, dus laten we mijn auto even afzetten. Felix heeft me opgehaald, want we gaan even naar de studio. Namelijk de laatste content maken van voor mijn zwangerschap. Dit moest ik al veel eerder doen, alleen de spullen die ik ervoor nodig heb, die kwamen maar elke keer niet binnen. En het is nu nog steeds niet binnen. Dus ik hoop eigenlijk dat het vandaag binnenkomt. En anders dan doe ik het andere dag. Maar ik probeer dus altijd voor mezelf na te gaan waar dat gevoel ineens vandaan komt. Omdat ik me dan net vandaag niet heel chill voel. Terwijl, laten we eerlijk zijn, ik zie er elke dag zo uit. En dan komt dat dus omdat ik content moet maken vandaag. En dat ik dan weet van, ja, je wilt op social media en voor een klant natuurlijk wel gewoon er een beetje decent uitzien. En als je je niet decent voelt, dan straal je dat ook uit. Dus het is eigenlijk heel stom, maar het enige wat ik zou moeten doen vandaag is lekker mijn schoentjes uitdoen, mijn blote voeten in het gras doen, lekker aarden met de grond, journalen als het nodig is, mediteren en chillen. To make myself feel better. Maar ja, ik heb een deadline. En daarin is soms mijn werk niet heel chill. Want ja, weet je, je kan zeggen wat je wil. Maar je wilt voor een klant wel goed op de foto staan. En dat gaat gewoon niet als je je niet goed voelt. Dus soms is mijn werk daarin wel lastig. Omdat je gewoon, weet jij veel dat je die ene dag dat je het moet maken niet goed voelt. Maar goed. Hè? Het is niet het einde van de wereld. Ik ga het gewoon proberen. Als het niet lukt, lukt het niet. Als het er niet is, dan kan ik het sowieso niet doen. Wat we wel vandaag ook gaan doen, is het autostoeltje installeren voor de bebé. Zijn we best wel laat mee, maar goed, de auto's moesten eerst gewoon schoon. Zal die koffiesje niet? Oh, maakt niet uit. Maar dan is de auto in ieder geval ready voor als we naar het ziekenhuis moeten. En we hopen natuurlijk dat het gewoon thuis gebeurt. Ja. Hé? Weet je, het gaat alles gewoon lekker soepel. Ja. En natuurlijk zouden we het zelf kunnen doen, maar met alle respect, Felix' auto is wel echt heel goor. Die heeft hem heel de verbouwing eigenlijk verwaarloosd, dus ja, alles is gewoon goor. Kijk dan. Ze brengen zich gewoon lekker naar de carspa. Nee. En dan kunnen wij lekker chillen. Oh, hi. Ben je wakker?